Goedemiddag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Doe even mijn haar op. Ik moet eigenlijk even naar de kapper. Want die curtainmix is eigenlijk te lang geworden. Ik moet even kijken of dat zo lukt. Maar goedemiddag in ieder geval. Het is woensdag. En het is al 1 uur. Vanmorgen heb ik even geslapen, aangezien ik vannacht gewerkt heb. Dus ik heb vannacht al even geslapen. En ben ik verder vrij. Dus vandaar dat ik niet te lang heb geslapen. Zodat ik hopelijk vannacht weer goed kan slapen. Dit figureert even als mijn spiegel. Die camera. Zo. 1 uur dus. Ik ga zo even naar de tuincentrum. Daar heb ik wel zin in. Ik wil zo even pot rondhalen. En misschien even een plantje. Voor buiten. Want we hebben nu wel rucola buiten staan. En aardbeienplant. Maar niet echt andere dingen verder, zeg maar. Het is best wel nog gevaarlijk kaal in de tuin. Dus het is leuk om wat bloemetjes te halen. En ik moet nog boodschappen doen. Dus ik denk dat ik dat erna ga doen. Ik wil eigenlijk met de fiets. Maar ja, ik denk dat ga ik allemaal niet houden als ik en naar het tuincentrum ga en boodschappen moet doen. Dus ik heb met de auto en dan even eerst naar het tuincentrum. En kan ik daarna door boodschappen doen. En er is ook nog een pakketje geleverd, kreeg ik vanmorgen bericht. Dat een pakketje dus aangekomen is, die ik op Vinted heb besteld. Dus die ga ik ook even ophalen. En verder kijk ik gewoon even wat gaan doen. Ik ga denk ik lopend wel naar de pakketjes ding, want we hebben hier zo'n apparaat staan, zo'n grote kast. En dan kun je 24 uur kun je pakketje ophalen. Dat is echt ideaal, want dan heb je een code krijg je dan. Die scan je dan, die bliep je dan en dan gaat een van die deurtjes open. Dan kun je 24/7 kun je dus pakketje ophalen of wegbrengen, dus dat is ideaal. Dat ga ik dan wel even lopen doen, aangezien het mooi weer is. En ik probeer elke dag weer even wat te wandelen. Lekker in de buitenlucht. Ik had mijn boodschappenlijstje al gemaakt, die moet ik niet vergeten. De laatste tijd gaat het weer veel beter, want ik vergeet heel vaak mijn boodschappenlijstje. Maar de laatste tijd gaat dat in ieder geval wel beter. En als ik gewoon een foto maken van het lijstje of gewoon het lijstje op de telefoon zetten, dat kan ook. Mijn telefoon die vergeet ik eigenlijk nooit. Ik zal even wat tassen pakken. Ik ga even naar de Lidl. Oh, ik kan ook nog een pakket ophalen van de Lidl. Verder ben ik niet echt per se heel veel nodig, omdat het is woensdag al. En we hadden nog heel veel tot en met vandaag, zeg maar. Omdat we hadden nog wat groenten over. En ja, verder eigenlijk hadden we ook nog wat dingen over. Wat wil ik nou pakken? Wat van de tas? Ja, ik ben net thuis. En ik vind dat wel leuk om even bij die zaden te kijken. Ze hebben zoveel keus, ook net met die planten. Dat ik bijna gewoon niet wist wat ik moet kiezen. Maar goed, ik heb wat in mijn karretje. Ik ga even hier kijken nog. Even bij de huisrichting nog. Vind ik ook altijd even leuk. Ik zie naar deze potten staan. Super mooi. Ook in deze kleur. We hebben er al niet echt plek voor. Ik zou ook niet weten, ja, eigenlijk ben ik het niet om te zetten, maar ik vind hem zo mooi. Ook een groter formaat. En nog groter. Ik neem hem niet mee, maar ik vind hem echt super, super mooi. Ik zie nou een solar canvas tuinschilderij. Dat vind ik ook heel erg leuk. Verschillende soorten. Leuk voor buiten. Kijken. Voor in de tuin, ja, zo'n tuinschilderij. Nou, vet leuk. Die linksbovenaan vind ik ook heel mooi. Ook zo leuk. Ik ga deze spullen toch helemaal zin om je tuin helemaal leuk op te gaan fluffen. Dit is toch ook fantastisch. Zo leuk. Oh, wat geweldig. Wat ik nou toch voor leuk zie. Dit is toch geweldig, zo'n aardbeienkan. Och, wat leuk. En dan die kopjes erbij. Ik zie me helemaal zelf zitten buiten met zo'n kan, met water of een mocktail met zo'n beker. En ze hebben zoveel leuke spullen. Echt waar. Dit is vies, love it. Nou, ik zit weer in de auto. Ik heb een aantal plantjes gekocht. Geen potgrond nog, want ik denk dat wat we nu nog hebben, dat het eigenlijk wel genoeg is. Ik zal het even laten zien welke plantje ik gekocht heb.
liet de camera nog vallen, net. Toen dacht ik, oh, hij gaf elke keer error aan. Ik dacht, oh, dat meen je niet. Camera kapot. Maar volgens mij doet hij het nog. Tenminste, ik kan nu filmen, dus hij doet het nog. Maar hij gaf net weer error aan, dus ik hoop dat het goed gaat. Maar goed, ik ga nu naar de supermarkt. Ik ga even boodschappen doen. En dan naar huis. En dan ga ik, denk ik, vrijdag even die planten die ik gekocht heb, zeg maar, in potten doen. Want morgen zijn we bijna de hele dag weg. En vrijdag, ja, kan ik dat wel doen, denk ik. Dan ben ik volgens mij verder wel thuis. Dacht ik. Dus dan kan ik dat wel even doen. De boodschappen zijn weer in huis. Dus even een kleine boodschappenshoplog. Ik heb gekocht cashewnoten. Ik vind het wel lekker om af en toe even een handje van te eten. Currysaus, want daar gaat Johan vrijdag wat mee maken volgens mij. Ja. Maverband, cookies die wij allebei erg lekker vinden. Deze iced tea, groene thee, mango kamillesmaak vind ik super lekker. Die had ik laatst voor het eerst en die echt I love it. Super lekker. Vanillevla, toiletblokken, die waren helemaal op. Dan heb ik nog maiswafels. Vind ik altijd heel erg lekker met smeerkaas of met pindakaas. Dan patat. Soepgroenten, havermout voor op voorraad weer, want dit gaat er nu best wel snel doorheen. Dit eet ik regelmatig, havermout. Dan ijsjes, hadden we ook allebei wel weer zin in. Kroketten voor de airfryer. Shawarma, 2 repen witte chocola. Spitskool. Zo, dan nog even de producten van het To Good To Go pakket. Daar zit in een slamix. Ja, ik vind het eigenlijk altijd wel lekker, want ik doe er van alles nog wat door. Zoals komkommer, tomaat, olijven, dressing. Dus ik vind het eigenlijk altijd wel lekker. Ik probeer het altijd wel een beetje snel te eten, omdat het vaak anders wat smoetsig wordt. Wat sloppig wordt, dat vind ik niet zo lekker. Dus dit wil ik eigenlijk wel een beetje snel dan gebruiken. Dan hebben we een broccoli. Altijd goed, want Jon, ik vind het allebei heel erg lekker. Ik pak even de doos erbij. Zo. Dan hebben we hier nog 2 preien. Ik denk dat ik straks deze week nog een soep ga maken met de producten die erin zitten. Want er komt nog meer aan wat ook in de soep kan. Namelijk aubergines. Nou, dat kan ook prima in de soep. En nog een courgette. En er zit dus ook iets in wat ik nog niet ken. Ik heb het vast wel eens gezien, maar ik weet niet wat het is en waarvoor ik het kan gebruiken. Dus als iemand van jullie het weet, laat het vooral even weten in de comments. Dat is namelijk dit. Ja, ik weet niet wat het is. Hoe je het moet gebruiken, waarvoor je het kunt gebruiken. Dus als iemand het weet, laat het vooral even weten. Ja, nog nooit gemaakt, toch iets mee gedaan, nog nooit gekocht, nooit iets, ja. Ik heb het dus niet, als iemand het weet, laat het wel even weten. En nog een paar losse producten. Nog 2 tomaten. En nog 1, 2, 3, 4, 5 appels. Daar ben ik ook wel blij mee, want ik gebruik ze zelf altijd voor de havermout. Of ook wel eens door de sla trouwens, door zo'n slamix. Vind ik ook lekker, of gewoon zo als stekkie. Maar nog appels dus. Zo, en dat was het. Ik ga het even opruimen. En dan zondag denk ik even soepje ervan maken. Vind ik wel lekker. Fruit komt altijd goed voor pas. Ja, ik vind gewoon die boxen van de Lidl altijd wel ideaal. Groente en fruit. Daar kan ik eigenlijk altijd wel mee. Dus dat vind ik wel heel fijn. Ik ga het even opruimen. Ik denk dat ik vanavond dan even nog een pakketje ophaal. Wat kan toch 24/7. Dus ik denk dat ik na het eten nog even ga wandelen. En dat ik dan het pakketje even ophaal. Dus ik ga even de plantjes uit de auto halen. Deze. De camera geeft af en toe nog wel error aan. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Hij doet het wel, maar ik moet hem dan even uit en aan doen. Dus ik hoop dat het overgaat. Ik heb ook niet verder. Oh, ik heb er ook niet heel veel verstand van. Als ik jongeren even vragen. Maar goed, ik ben lang blij dat ik dat doe. Even kijken, hoe ga ik dat allemaal meenemen? Die onder de arms. Zo. Zo, ik heb, die kan ik nog even laten zien, dit gehaald. Dit is volgens mij van het Kiem. Even kijken hoor. Salademix. Dus dit ga ik dan ook weer kweken zelf.
Spruitgroenten. Salademix, ja. Ik had dat nog niet eerder gezien volgens mij, dat je dit zelf kunt maken. Ja, het zal vast wel langer bestaan, maar ik heb het gewoon niet eerder gezien. Dus het leek me wel leuk en dit vind ik ook wel lekker. Dus dit heb ik gekocht. En even kijken, deze zet ik er even binnen neer bij de rest van de... Zo. Dan heb ik nog een lavendel gehaald. Maar ik ga dus vrijdag alles even in potten doen. Die zet ik alvast even, wel even buiten neer. En deze 6 plantjes heb ik nog gekocht. Ik heb ze nu allemaal even in die 2 gedaan. Even kijken hoor. Maar ik had die en die en die in 1 bak bedacht voor aan de schutting. Vind ik wel leuk. En ik had die en die. En dan had ik hier, even kijken hoor, 3. Die, die en die dan. Nee, hè? Huh? Oh, die. Deze. En deze had ik bedacht in 1 bak voor aan de schutting. Leuk met al die kleurtjes, maar dat ga ik vrijdag dus even doen. Ja, ook. Maar ik moest sowieso nog een pakketje ophalen, dus we zijn dus onderweg om een pakketje op te halen. Nou, je bent zo... Nee, je bent kleiner dan ik, dus dan ben je niet beter zichtbaar. Maar, hoe laat begint het te regenen? Wat? Oh, is dat zo? Volgens mij is dat het kleiner als ik hoor. Mij. Ik? Kleiner als ik. Is het kleiner als ik of kleiner als mij? Wat zeg jij altijd? Kleiner als mij. Ik zeg altijd kleiner als ik. Nou ja, maakt niet uit. Ik hoop dat we voor regen weer thuis zijn. Want liep me dan gisteren weer gisteren in de regen. Nee, gisteren zijn we ook even samen gaan wandelen. Toen liep ook aan de regen. Ik heb nou nog een paraplu bij, ons maar nou niet. Maar ik zie wel al, nou daar ook allemaal donkere wolken, Hallie. Moet je even de mensen laten zien. Oh ja. Hoe donker het hier is. Ja, is goed. Ja, het is wel een beetje donker. Ben je wel weer kwijt? Nee. Moet je vellen? Ja. Waar was hij nou? Oh. Nou, dan zit Jan weer om dan te wachten tot ik klaar ben bij de dieren altijd. Moet altijd even stoppen als ik dieren zie. Dan wacht Jan weer op mij. Nou, we kunnen weer door. We zijn weer terug. We zijn denk ik een uur weg geweest of zo. We hebben nog even verder gewandeld dus. Maar goed, ik heb dus nog een pakketje. Is even zo. Hier hebben we hem. Zo, laten we even... We gaan even openmaken. Ik weet wat erin zit, maar... Het is wel volgens mij trouwens een andere maat, bedenk ik me nu, dan dit dat ik nu heb. Maar ik denk dat deze ook wel moet passen. Volgens mij heb ik een maat groter besteld. Hier hebben we hem. Het is namelijk... Even kijken. Ja. Ja. En t-shirt jurk, of ja, hoe noem je dat? Een t-shirt jurk volgens mij. In het oud roze. En ik heb hem dus ook in het zwart. Even kijken, hoe komt de kleur zo goed over? Nou, het is in ieder geval een oud-roze kleur. Komt niet helemaal over, heb ik het idee. Maar goed. Misschien zoiets beter. In ieder geval, oud-roze kleur dus. Hij is van de Pool & Bear. En ik heb hem dus in maat L. En volgens mij die ik heb, is hem volgens mij 1 maat kleiner. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar, ik zag deze dus... En ik dacht, ja, die moet ik hebben. Want ja, ik vind t-shirt jurken dus eigenlijk heel leuk. Maar 9 van de 10 keer zijn ze me allemaal te kort. Dat is echt zo jammer. Maar deze die is echt lang genoeg voor mij. Ze zijn ook in een andere kleur en ik weet dat die past. Dus ik dacht, ja, deze ga ik dan ook erbij doen. Die andere die ik heb, die draag ik ook best wel vaak. En ik heb nu 1... Nee, ik heb 2 t-shirt jurken. 1 in het lila, maar die is echt veel te kort voor mij. Dus die draag ik eigenlijk als t-shirt. En ik heb nog een ander... T-shirt, jurkje en die, ja, kan net vind ik eigenlijk. Die is, ja, dat komt wel over mijn billen heen, maar is nog best wel ja, vrij kort. Ik heb ook altijd een broekje onder. Maar deze weet ik gewoon dat hij lang genoeg is. Deze zal misschien wel iets langer zijn, omdat het 1 maat groter is. Ik dacht, leuk in andere kleuren ook. Ik zal hem wel even aandoen. En hij was zonder verzendkosten.
Ja, ik heb hem gekocht voor 3 euro, maar er kwamen de verzendkosten er nog bij. Maar verder gekocht dus voor 3 euro. Exclusief verzending en dergelijke. Maar hier ben ik echt heel blij mee. Dus goede koop, denk ik. Ik zal hem nog even aantrekken. Nou, ik heb hem even aangetrokken. Hij is in ieder geval lang genoeg. Dat is top. Maar goed, dat wist ik ook wel. Want ik heb hem dus ook ja, in een andere kleur. Maar ik twijfel of die kleur bij wel staat. Ik weet niet. Dat is ook niet. Nee. Volgens mij heb ik ook wel vaker iets in het oud-roze gehad. Maar nu denk ik, staat het maar wel. Ik weet niet. Ja. Nou ja, dat vraag ik me eigenlijk nu een beetje af. Nou goed, ik vind hem verder wel leuk. Maar ik zei, hij is ook voor lang genoeg. Hij had voor mij wel iets, maar goed, dat is op zich ook logisch, want deze is dus een maat groter. Hij had voor mij wel iets meer aangesloten hier mogen zitten. Maar goed, als dat het enige is. Zitten er zakken in en hij is lang genoeg, dus daar ben ik echt super blij mee. Dus dit is de aankoop voor 3 euro. Exclusieve verzending dan, maar ja, ik ben er verder wel heel erg blij mee. Bij deze ga ik ook de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zou je dan een duimpje omhoog willen doen? En dan hoop ik je weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei!